Congres, democraten, liberalen, jonge democraten en natuurlijk onze zeer gewaardeerde mastodonten. Wat goed om wederom met zoveel hier vandaag te zijn. Dit congres ademt al de hele dag optimisme. En u moet dus weten hoeveel positieve energie dat geeft. Ons laatste congres was op 17 april in Amsterdam, aan de vooravond van de verkiezingsstrijd. Eensgezind en vastberaden hebben we op 9 juni een goed resultaat neergezet en de stijgende lijn van Europa en de lokale verkiezingen een passend gevolg kunnen geven. Na 3,5 jaar snakten Boris, Fatma en ik naar versterking van het team. En 9 juni bracht ons terug in de dubbele cijfers, met dank aan de inzet en het enthousiasme van velen van jullie. Heel veel dank daarvoor. Democraten, een historisch resultaat ook. Sinds 1966 heeft deze partij 14 keer aan Tweede Kamerverkiezingen meegedaan. En in die 14 keer hebben we precies 140 zetels gehaald. Een gemiddelde dus van onderwijs. Ja, 10. Maar u kent me. Maar u kent me, voor de komende 45 jaar moet dat gemiddelde omhoog. En dat is voor mij een inspanningsverplichting, maar voor de nieuwkomers in de fractie een resultaatverplichting. Een sterker D66-geluid met 10 zetels. Vrijzinnige Boris, bewaker van ons onderwijsprofiel, moet kunst en cultuur behoeden voor de kaalslag van rechts. En Magda, zij waakt over uw en mijn veiligheid. En om haar vertrek bij de politie te compenseren, zijn er nu 3000 agenten nodig. En Gerard, onze man van de rechtsstaat en Europa, en ik voorspel u de nachtmerrie van Leers. En Fatma, die laat ambtenaren moppen tot het verleden beloren. Ze maakt er gewone werknemers van, net mensen. En Wasila houdt minister Hille scherp en de JSF op de plank. En Stientje, ons groene hart, al haar energie is duurzaam. Wouter, nu al de schatkistbewaarder, zijn gewicht in goud waard. En Kees voor ondernemend Nederland, een sloper van het taboe op de woningmarkt. En Pia op zorg, houdt nu ook bij het kabinet de vinger aan de pols. En ik tenslotte, democraten, ik mag het buitenland in de gaten houden. En algemene zaken, dus de koningin. Democraten, we zijn ook verhuisd. De nieuwe fractie heeft een vleugel van het CDA overgenomen. Statige gangen, prachtige werkkamers, soms wat gehoorig. Vooral als het CDA weer eens een biechtstoelprocedure houdt. En congres, wij hebben net als het CDA zo'n grote eikenhouten deur. Maar die van ons heeft ook aan de binnenkant een klink. Democraten. Democraten, met deze vernieuwde en versterkte ploeg gaan wij aan de slag. We zetten een streep. Een streep onder een weinig productief parlementair jaar. Een streep onder de bizar verlopen formatie. Een streep onder de morele verontwaardiging over de uitkomst daarvan. Wij gaan aan het werk. Wij gaan niet dwars liggen om het dwars liggen. Wij voeren oppositie om aan te tonen waar het kabinet fout zit. Om steun te geven waar het kabinet het goed bedoelt. Maar vooral om vooruit te duren waar het kabinet stil zit. Democraten. 8 maanden geleden viel Balkenende 4. Een kabinet vastgelopen in negatief uitruilen, in onderling wantrouwen, in stilstand en vooruitschuiven. Alle noodzakelijke hervormingen bleven uit, jaar in, jaar uit.
Hervormingen om de staatsschuld niet verder te laten oplopen. Hervormingen om ieder individu eerlijke gelijke kansen te geven. Hervormingen om geen zware hypotheek te leggen op onze kinderen en kleinkinderen. En dat was ook de inzet van onze campagne. Intussen werd de breuk Balkenende, Bos vlotjes opgevolgd en ingevuld door de Cohen-Rutte-controverse. Een gepolariseerde campagne met wederzijds goedvinden. De kloof, de polarisatie als campagnestrategie tussen VVD en PvdA. Een absurde jaren 70 tegenstelling rechts-links. Intellectueel armoedig, ideologisch leeg en politiek gemakzuchtig. Met als gevolg het midden duurzaam ontwricht. Het midden waar de bruggen geslagen moeten worden. Het midden waar tegenstellingen verzoend en waar meer dan ooit de kloof naar de volgende generatie gedicht moet worden. De volgende generatie die volledig vervreemd is van die oude rechts-linkspolitiek. Het progressieve midden dus. Het politieke centrum van waaruit D66 het alternatief zal blijven vormen. Het alternatief voor het kluitjesvoetbal op de flanken. Het progressieve midden waar D66 na de vlucht van Cohen richting Roemer en de onomkeerbare vrijage van Verhagen en Wilders heel eenzaam is. Wij claimen dat midden en we gaan dat verder gestalte geven. In een vrijzinnige traditie die ruim 90 jaar teruggaat, blijven wij onze eigen koers varen. Congres, de lange formatiezomer bracht niet de VVD terug bij Paars, maar Wilders terug bij de VVD. De totstandkoming van het kabinet kent vele gedenkwaardige momenten. De meest tot de verbeelding sprekende was toch wel de presentatie van het regeerakkoord. Herinnert u zich dat nog, dat memorabele optreden van de drie heren, dat meedogenloos registreerde hoe de verhoudingen werkelijk liggen? Rutte en Verhagen, premier en vicepremier, triomfantelijk grijnzend als een stel qua jongens. Een studentencabaret, maar dan van het melige soort. En wat bleef hangen als boodschap was: we mogen met 130 km per uur op de file af. We roken weer in het klein café. De inbreker kan een knal voor zijn kop krijgen en we knikkeren al die vreemdelingen het land uit. Het was ontluisterend om te zien hoe Wilders zijn collega's vervolgens van het toneel speelde. En achterliet in de coulissen van de macht. Een historisch akkoord, declameerde hij. 50% minder migranten. Dat is ongekend. De premier, hij stond erbij en keek ernaar in blinde adoratie. Maar vergeet ook niet dat naast gedoger eerste klas staan buiten beeld de gedogers tweede klasse, de mannenbroeders van de SGP. Daarmee is de VVD op weg naar het zwarte kousen liberalisme. In de jacht op de macht heeft deze partij zich in 2010 uitgeleverd en aan een partij die de vrijheid van godsdienst betwist en aan een partij die de gelijkheid van man en vrouw betwist in 2010. De koopzondag die ligt al aan banden. In de winkels van Rutte wordt op zondag niets verkocht behalve liberale beginselen, af te rekenen aan de kassa van de SGP'er van der Staaij. Natuurlijk heten we Joris Voorhoeven, Gijs de Vries en andere echte liberalen van harte welkom. Maar de zorg blijft dat we een liberale bondgenoot blijvend verliezen. Congres. Terwijl Washington nog nazindert van de Rally to Restore Sanity, wordt Amsterdam getrakteerd op de English Defence League. Op Downing Street 10 hervormen de conservatieven wel, aangemoedigd door de Lab Dems.
In de Trèveszaal worden de sociaal-liberalen nodig gemist. Parijs verhoogt de AOW-leeftijd en trotseert daarmee demonstraties. Den Haag schort de AOW op tot 2020 uit vrees voor demonstratie. Wist u trouwens dat Staatsbosbeheer door de bezuiniging van het kabinet het Malieveld dreigt te moeten verkopen? Dat is ook een manier om van demonstraties af te komen. Mevrouw de wethouder, wilt u daar wel even blijven opletten? Congres, wat kunnen wereldbeelden verschillen? Laten wij nou denken dat de thema's in Washington, in Londen en Parijs ook hier het debat zouden bepalen. Dat economie, banen, staatsschuld, onderwijs en kennis ook hier centraal zouden staan. Maar wat krijgen we? Wat horen we? Veiligheid en immigratie. Met een beleid gestoeld op wantrouwen. Maar liefst een derde van het regeerakkoord en driekwart van het gedoogakkoord gaat over veiligheid en immigratie. Een lappendeken van maatregeltjes en ook nog eens grotendeels onuitvoerbaar. En ik heb het nageteld. 80 punten over veiligheid en immigratie. En bijvoorbeeld maar 6 over het milieu. En gaan we daarmee de crisis te lijf? Met veiligheid en immigratie? Belofte maakt schuld. De VVD beloofde 24 miljard bezuinigingen, lasten, verlichting en 400.000 extra banen. En wat krijgen we? Nog geen 10 miljard aan bezuinigingen, 6 miljard lastenverzwaring en 100.000 werkelozen erbij. En wie betaalt de rekening van dit uitstel? Helaas, de volgende generatie. Onder dit rechtse kabinet ligt dan wel een links fundament. Nivelleren. Nivelleren naar leeftijd. Jong betaalt voor oud. De volgende generatie zit met een erfenis opgezadeld. Een erfenis met torenhoge successierechten. Ja, ja, belofte maakt schuld. En bij de VVD maakt belofte staatsschuld. Congres, waar gingen die verkiezingen over? Weet u het nog? Bij ons stonden centraal werken, wonen, onderwijs, duurzaamheid en democratie. Daar moeten de kansen gecreëerd worden. Daar heeft de overheid een taak, nee, een plicht om te hervormen. Maar wat krijgen we? Half werk. Op de arbeidsmarkt, AOW, WW, ontslag, weer niet aangepakt. Jong gehandicapten aan het werk helpen, ja, dat wordt natuurlijk door ons gesteund. Maar de sociale werkvoorziening, die wordt door ons beschermd. En wat het kabinet laat liggen, zoals het ambtenarenrecht, dat pakken we zelf wel op. Maar het is al met al een pover resultaat. Want waar gingen die verkiezingen over? Het ging niet over wonen. Het ging wel over dat H-woord. En dus wederom weer half werk. 750 miljard weg bij de huurders, maar geen cent hervorming bij de kopers. Maar eerlijk is eerlijk, de belofte om niets te doen aan de woningmarkt is dit kabinet ruimschoots nagekomen. Waar gingen die verkiezingen over? Over taalachterstanden, kleinere klassen, lerarensalarissen, topuniversiteiten, Nederland internationaal in de kennistop 5. De miljarden daarvoor vlogen om ons heen. 1 miljard, 1,5 miljard, 2 miljard. Wij zeiden 2,5 miljard. Ik zou bijna roepen verkocht. Maar terecht voelt het onderwijs zich met dit kabinet bekocht. Niks miljarden, 100 miljoen bezuiniging. En achter die miljoenen veel onderwijsleed. Beknibbelen op zorgleerlingen en op de werknemers die na hun 30ste willen bijscholen. En het prestatieloon van de ene docent wordt betaald door de nullijn van de ander. Waar gingen die verkiezingen over? Inderdaad, die verkiezingen gingen weinig over duurzaam, klimaat en energie. Maar ook hier, het is de coalitie gelukt om er in het regeerakkoord nog minder aandacht aan te besteden. Vergroenen van het belastingstelsel, keiharde doelen voor CO2-reductie, het voltooien van de ecologische hoofdstructuur. Ja,
daar zou ik nou mijn handen bij dichtknijpen. Noblesse oblige, congres. Bij ons gingen de verkiezingen wel over democratie. En ook over een andere overheid. Niet om 6 miljard binnen te halen, niet om te snoeien, maar vanwege onze visie op de relatie tussen burger en overheid. Met een kabinet van verboden en geboden, met een kabinet dat de illusie van maakbaarheid in stand houdt, is het aan ons om te laten zien dat de kracht niet alleen bij de overheid, maar bij het individu zit, bij ieder van ons. Wij vertrouwen op de eigen kracht van mensen. En dat gaat verder dan het kiezen van een burgemeester of een referendum. Het gaat erom mensen zeggenschap te geven, om een eigen leven naar eigen inzicht in te richten. In de traditie van Van Mierlo en Terlouw gaan wij werken aan democratische vernieuwing 2.0. Wij allen, niet alleen als kiezer en betrokken burger, maar ook als scholier, als werknemer, als consument, als rekeninghouder, als patiënt, als gepensioneerde. Zeggenschap op elk niveau, zoals inderdaad op je eigen pensioen. Die kracht van dat individu heeft zich al eerder bewezen. Bij Shell, dat de Brentspar wilde laten afzinken, maar dat werd succesvol tegengehouden gewoon door mensen. Bij Ahold, waar klanten door een boycot een bonus van Moberg aan banden wisten te leggen. En kijk nu wat Joep doet met de helpdesks. Dat is niet de overheid. Dat is niet alleen nieuwe wet en regelgeving. Dat zijn individuele burgers. Mensen zelf dwingen het af. Bij wangedrag, bij het milieu, bij exorbitante bonussen en bij falen van klantvriendelijkheid. Het individu dat niet langer machteloos naar de overheid kijkt, maar zich desnoods geïnspireerd door Joep van het Hek realiseert dat zelf veel bereikt kan worden. Want het leidend principe blijft: niet de instituties zijn de baas, maar mensen zelf. Democraten, we houden dus vast aan onze eigen agenda en we ontmaskeren die van het kabinet. Want wat kunnen wereldbeelden verschillen? Over veiligheid. Veiligheid zit hem niet in symboliek. Het klinkt chique, een minister van veiligheid, maar ik heb liever een minister van justitie die zorgt voor veiligheid. En mooi hoor, 3000 agenten. Maar de huidige agent betaalt, net als die docent, zijn toekomstige collega door die nullijn. En stevig hoor, minimumstraffen. Maar wij, democraten, vertrouwen de rechter in zijn eigen afweging. En stoer hoor, dat je de insluiper voortaan een hes voor zijn tres mag geven. Ja, we zijn hier in Den Haag. Maar in plaats van 16 miljoen eigen rechters vergroten wij liever de pakkans. Die ligt nu onder de 20%. Het mantra van dit kabinet, steviger, strenger, harder, is daarmee opgeklopte retoriek. Goed verkoopbaar, maar uiteindelijk contraproductief. Want het zal nooit genoeg zijn als je tegelijkertijd mensen een gevoel van onveiligheid aanpraat. Onveiligheid aanpraat. Net als dat schrikbeeld van die andere prioriteit. De massa-immigratie. Wat nou massa-immigratie? Er vertrekken gemiddeld meer mensen dan er binnenkomen. De feiten, de feiten, de feiten. Massa-immigratie, het is je reinste massa-misleiding. Congres, wat kunnen wereldbeelden verschillen? Ook over kunst en cultuur. De kunst is een regeringszaak in zoverre de regering geen oordeel, nog enig gezag heeft op het gebied der kunst. Aldus Thorbecke, liberaal. En het raakt mij echt, zoals nu zijn erfgenamen kunst en cultuur als elitair wegzetten. Met de PVV aan de macht wordt het stil in de stad, zo sprak Marjolein de Jong, wethouder cultuur in deze stad. En ik zeg het erna.
Het Nationaal Historisch Museum werd al gesloopt voordat het gebouwd is. En dat is misschien nog niet het ergste. Maar het staat symbool voor de tijdgeest die bijt naar verwondering en creativiteit en die knaagt aan datgene wat in decennia is opgebouwd. Ik weiger te kiezen tussen het Concertgebouw of het Metropoolorkest, tussen Richard III of Soldaat van Oranje, de musical, tussen Wende Snijders of Armin van Buren. Gesubsidieerd of niet, ze dragen allemaal bij aan onze identiteit, aan ons visitekaartje in de wereld, aan ons visitekaartje naar de toekomst. Als een bezuiniging als deze met zichtbaar genoegen wordt doorgevoerd, als de vrije kunsten daarmee inzet worden van politieke polarisatie, dan bepalen PVV en VVD kennelijk met welke cultuur je goed of fout zit, welke cultuur behoed moet worden of vogelvrij. Onverantwoord, immoreel. Congres. Wat kunnen wereldbeelden verschillen over ons visitekaartje in de wereld? Toen de Japanners in de 17e eeuw alle opdringerige zendelingen hun eiland afjoegen, bleven alleen de Nederlandse kooplieden over en welkom. En nu zijn de rollen omgedraaid. Nederland komt niet langer om handel te drijven, maar om verdragen aan te passen. Wij komen in Europa niet onderhandelen over minder landbouwgelden, maar over minder mensenrechten. De rollen zijn helemaal omgedraaid. Nu komen wij de halve wereld vertellen, uw geloof is een politieke ideologie. Hoe tekenend is het dat de hele portefeuille van minister Leers nog niet de halve portefeuille was van de vorige staatssecretaris. Hoe tekenend is het dat staatssecretaris Knapen Europa en ontwikkelingssamenwerking combineert, terwijl dat eerder een staatssecretaris en een minister was. Het nieuwe Nederland van Rutte en Verhagen kijkt schrikbarend weinig over de dijken. De gedoger, de PVV, laat het afweten als het om Europa en de wereld gaat. Het kabinet is dus voor ieder internationaal initiatief afhankelijk van de oppositie. En nog even, en D66 mag zich in het buitenland regeringspartij noemen. In dat kader. In dat kader sprak ik op ons vorig congres over de motie van D66 en GroenLinks. Een trainingsmissie in Afghanistan met een helder mandaat. Onze bondgenoten, onze partners binnen Europa en de NAVO wachten al bijna een jaar op een Nederlands standpunt. En ik ken de geschiedenis van onze partij op dit onderwerp. Ik heb hem zelf meegemaakt, van A tot Z. Maar ik ken ook de internationale solidariteit binnen deze partij. En eens te meer geldt dan denk en handel internationaal. Wij lopen niet weg bij moeilijke besluiten. In de traditie van Max Koonstam hebben wij van nature wel de Europese gedachte. Europa is bepalend voor onze welvaart, onze veiligheid, onze energie en zeer actueel voor de migratie, om die in goede banen te leiden. Asiel- en migratiepolitiek hoort in Brussel, niet in 27 eilandjes. Dat had de nieuwe minister Leers moeten weten voordat hij de Irakezen wilde terugsturen naar bommenrijk Bagdad. Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens floot hem onmiddellijk terug. Pijnlijk voor Leers, goed voor de mensenrechten. Leers, de burgemeester van Vinkenslag. De burgemeester van een realistisch drugsbeleid. Streng, maar rechtvaardig. Nog maar 3 jaar geleden schreef hij een pamflet getiteld Aanklacht tegen Geert Wilders, de man bij wie hij onlangs op sollicitatiegesprek moest. Maar als Leers dacht dat hij een vaste aanstelling heeft, deze minister is slechts een uitzendkracht.
Democraten, D66 is klaar voor een eervolle rol in de oppositie. Wij bieden een alternatief. Een alternatief voor het slechtste van twee werelden. Linkspopulisme en rechtspopulisme dat zich in dit kabinet verenigt. Een alternatief vanuit het midden. Een alternatief dat ook die bijkans magische 1,5 miljoen Nederlandse kiezers begrijpt en bereikt. En zij vragen zich terecht af, wat is mijn perspectief? Kan ik me nog ontwikkelen? En welke toekomst hebben mijn kinderen? Dit kabinet biedt hen geen perspectief, maar kiest er bewust voor onzekerheid niet weg te nemen, maar in te spelen op angsten. En we hebben gehoord vanmiddag waar dat in Denemarken toe leidt. Het is een beproefde methode. Ter maskering van de eigen onmacht richten politici overal in Europa hun pijlen op de zogenaamde vreemde elementen. En ja, dat begint vaak met de Roma. Terwijl de olifant van de crisis nog over ons heen dendert, wijst het kabinet erop hoe gemeen de mug steekt. De mug met een kleurtje. Ik weiger gemakzuchtig mee te zeilen op die golven van wantrouwen en populisme. D66 biedt mensen een eerlijk verhaal, geen holle retoriek. Nuance laat zich niet schreeuwen. Ik weiger het huilie-huilie van Wilders te pareren met doe eens wat minder brullie-brullie. We zagen vorige week Jon Stewart, de bekende Amerikaanse tv-presentator, zijn Rally to Restore Sanity. En dat was in zijn eigen woorden een klaroenstoot voor rationaliteit. Een klaroenstoot voor het redelijk alternatief, zeg ik. Inderdaad, die kent u nog. Een alternatief dat mensen het vertrouwen teruggeeft dat hun ongenoegen gehoord wordt. Een ongenoegen dat breder gaat dan islam en immigratie. Waar het echt om gaat, is dat we al die mensen die teleurgesteld zijn afgehaakt, weer perspectief bieden. Perspectief op een uitdagende opleiding, een motiverende baan, een eigen huis en goede zorg. En makkelijk is dat niet. En populair evenmin. Eerlijk is het wel. En bovendien solidair. Met een kabinet dat mensen als groepen wegzet, is het aan ons om te laten zien hoe groot de kracht van het individu kan zijn. En dat zeg ik met nadruk tegen de immigrant. Tegen de migrant en hun kinderen en kleinkinderen zeg ik: toon het ongelijk van dit kabinet aan. Leer, werk, ontwikkel je, doe mee en ja, incasseer ook. Want dit kabinet verdwijnt vroeg of laat, maar jullie niet. Congres, het is niet te geloven, maar we staan alweer voor een verkiezingsjaar. En ik heb alle vertrouwen in de lijsttrekkers voor de Provinciale Staten en in Roger van Bokstel, onze eerste man in de Eerste Kamer. Ja, democraten, wie had het ooit kunnen bedenken? En ik vraag daarvoor jullie instemming om af te wijken van ons programma en in afwijking van 45 jaar traditie, om de verkiezingen voor de Eerste Kamer tot het allerhoogste niveau te verheffen. Want, congres, met één zetel meer in de Tweede Kamer is het kabinet vleugellam. Maar met slechts één zetel minder in de Eerste Kamer is dit onzalig avontuur klaar. Dank jullie wel.